Dus ik ga nu gewoon nog lekker met bidloos rijden. Het gaat zitten dan. Kijk eens, we zijn er weer. Carmen is aan het lopen met Tasje. Deze kleine. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik ga vandaag, in ieder geval nu, ik ben nu in de zadelkamer. En ik ga nu proberen om alleen te rijden op Tasja in de paddock. Wel even een beter licht zo. Vorige week zondag heeft Carmen erop gereden met mij ernaast. Dat ging best wel goed en nu ga ik het zelf proberen. En ik zet jullie neer zodat jullie ook mee kunnen kijken. Ik ben dus heel benieuwd hoe het gaat worden. En ik ga dus ook de elastieken uittesten of Wik daar doorheen gaat of niet. Dus dat gaan jullie ook zien. En ik heb dus sinds kort een bithoofdstel met bit voor Tas. Maar dan moet ze dus nog heel erg aan wennen. Ik zal eventjes een video erin plakken dat ze hem voor het eerst om had. Ze vond het heel erg raar, zoals je ziet. Dus ik ga nu gewoon nog lekker met bidloos rijden. En met mijn zadel, mijn boomloos zadel. En dan gaan we kijken hoe het gaat. Ik ben heel benieuwd en ik neem jullie mee. Today I still remember when I was really free and all the things I lived. In the midst of the things that I left, I regret for this. It won't be the same, yeah. I never felt this way, 'cause I want to come back and find my way. And I have to run and run away. I finally choose, yeah. 'Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. Now I'm disappearing, looking for light. Listen, the time for you. Yeah, I'm wide awake for real. I'm wide awake for real. Every day I still remember when I was really free. Things I lived in the midst of the things that I left, I regret for this. It won't be the same, yeah. I never felt this way, 'cause I want to come back and find my way. And I have to run and run away. I finally choose, yeah. 'Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. Now I'm disappearing, looking for light. Listen, the time for you. Yeah, I'm wide awake for real. I'm wide awake for real. Helaas had ik mijn camera niet opgeladen. Maar mijn vader kwam ook nog eventjes filmen met de draf. Ze deed echt super goed. Ik was heel trots op haar. Want er was niemand vanaf de grond die hielp. En ze deed echt heel goed. Dus daar ben ik echt heel blij mee. En ik moet nu even wat anders doen. In ieder geval, ik ga nu wat anders doen. En daar mag ik nog niks over zeggen. Dus als dat allemaal doorgaat, horen jullie dat later. En dan daarna ga ik even met Wik poetsen, hoefjes uitkrabben. En dan even met hem wandelen buiten het erf. Vooral ook zijn hoefjes even krabben en even veilen. Want gisteren is Miranda geweest om de hoeven te doen. Want alleen lukte het me nog niet zoals jullie vorige week in een video hebben gezien. Ze gingen liggen. Vooral Wik telkens. Dus dat ga ik nu elke dag wil ik dat ongeveer een beetje oefenen. Zodat dat ik dat straks ook gewoon alleen kan doen. Dus ik doe dan hoefjes uitkrabben. Zeg maar bijvoorbeeld, al is het één vel strook, zeg maar. En hij staat stil, dat is al voldoende. Ik weet niet of jullie me nog horen door vliegtuig.
Maar ik zie jullie dan vanavond als ik met Wik ga lopen. Het gastje eten dan. Kijk eens, we zijn er weer. Oh, lompie. Kijk uit. Ja, we zijn er weer. Karm is aan het lopen met Tasje. Deze kleine... Hi allemaal. Welkom bij deel 2. Gisteren zou ik nog met deze man gaan lopen. Maar het verliep even anders. Dus dat hebben we vanochtend gedaan. Die beelden gaan jullie nu zien. En daarna gaan we over naar deze situatie. Want Carmen is met Tasje aan het wandelen. En Wiki is nu alleen achter. En ik zit even op zijn nieuwe speeltje. Zijn paardje. Zit ik even bij hem te kijken hoe het gaat. Maar hij is alleen maar aan het hinneken. Tasje is net behandeld door een masseur. Door Alice. En ziet er goed uit. En alleen de buikspieren moeten getraind worden. Zodat haar rug beter kan dragen. Want die was een beetje stijf. En haar knieën waren een beetje slap. Dus die moeten ook getraind gaan worden. Zodat ze beter haar lijf kan gebruiken. Dus dat gaan we dan ook doen. Nu is deze man... Even lekker druk. Aan het hinneken. Maar het komt wel goed. Dat is dus de verlatingsangst. Vanaf de andere kant. Iemand heeft de wortel gevonden. Nou houdt hij zijn mond tenminste. Oh, nee. Love you, Wiki. Ik ben even hier hoefslag aan het harken. Daar zijn ze weer. Ik heb met mijn vader nog bijna het hele gaas eronder gedaan. Zodat de en sok niet kon ontsnappen. Maar dat de honden ook niet paarden- en schapenpoep kunnen eten. Want daar gaan ze zelf heel vieze windjes en poepies van laten. Dus dat, daar zijn we niet blij mee. Maar ik ga nu ook deze weekend vlog even afsluiten. En... ik ga zo mijn script afmaken voor een nieuwe podcast. En die hebben jullie vorige week al gehoord. Die gaat dan over voeding en wat ik de paarden voer en waarom. Ben je daar benieuwd naar? Luister dan vooral mijn podcast, de Paardenkoorts podcast. Ik zal ook even een linkje in de beschrijving zetten. En laat ook even weten of jullie een video willen waarin ik alles uitleg. En hier liggen al mijn kruiden. Waarom ik dat ervoor, hoe het eruit ziet en dat soort dingen. Ik wil er eigenlijk ook nog wel een video over maken. Maar er is in ieder geval dan al een podcast van. En dan zie ik jullie weer in een volgende video. Doei!